Even een lekker stukje muziek met orkest Dinges. A Real Good Feeling is het volgende nummer waarna we gaan luisteren. Afgelopen weekend is Harmonie Kunst Adelt gepromoveerd naar de superieure klasse in de Schalm in Veldhoven. Thank you.
Alphonse Proficiat, ja, met de geweldige prestatie. Ik heb van de voorzitter al gehoord hoe de dag een beetje verlopen is. Wat mij heel erg interesseert is op dit moment, hoe is het muzikaal verlopen? Bent u het eens met de uitslag van de jury? Zegt ze, nou, we zijn overgewaardeerd of we zijn juist gewaardeerd. Of vertel eens even hoe het muzikaal in elkaar zit, want daar zijn wij volkomen leek in. Ja, nou, het is eigenlijk zo met concoursen dat je eigenlijk van tevoren nooit kan zeggen hoe het balletje gaat rollen. Want je hebt te maken met de smaak van 3 juryleden. Die dus anders kan zijn dan de smaak van het orkest of van de dirigent. De opvatting, zal ik maar zeggen, over de muziekstukken. En kennelijk zaten we dit keer wel op 1 lijn. Want juist het muzikale aspect van wat wij gespeeld hebben, is enorm gewaardeerd. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. Want je maakt muziek, tenslotte. En daar gaat het om. En niet onverdienstelijk, heb ik begrepen. En Jan Kobert, de man zat in de jury. Dat is geen kleintje in deze wereld. Dus ik neem aan dat het oordeel van hem best zwaar weegt, ook voor u. Ja, zeker. Ja, ik ken Jan Kobe goed zelf. Maar die geeft niet zomaar punten. Dus dat is altijd... Dat is echt een harde vakman, maar wel eerlijk. Wel eerlijk, ja. Ja, dat was het wat mij betreft. Als je nog iets toe wilt voor, zeg het maar. Nee, ik vind Helvoort een geweldig muzikaal dorp op dit moment. Dankzij u, mede dankzij u, denk ik. Of niet dan? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nogmaals bescheiden. Nogmaals proficiat op namens de Hoss. En lekker feestvier zou ik zeggen. Tot nu uur 1-2. Oké, dankjewel. Bedankt, hè. Mag ik een hele korte vraag stellen? Hoe heb je de dag vandaag beleefd? Ja, we hebben een verschrikkelijke fijne dag gehad vandaag. Beschrijf het van begin tot het einde. We zijn, vanochtend zijn we begonnen hier in de Notenkraker met een hele kopje koffie en iets gezelligs erbij. We hebben daarna een korte repetitie gehad. Intussen de middag heerlijk een kopje soep gegeten en toen met de bus naar Veldhoven. En ik moet zeggen, ze hebben daar geweldig gespeeld. Fantastisch gewoon. En ik ben al onze leden verschrikkelijk dankbaar voor hun inzet en hun motivatie naar dit concours toe. Geweldig gewoon. Okay. Ja, dankjewel. Hoe zijn we teruggegaan met de bus? Wij zijn met de bus, ja. Een paar keertje gezongen of zo? Ja. Er was volop feest natuurlijk in de bus. En het was zo leuk en zo fantastisch dat onze drumband ons stond op te wachten. En dat was een verrassing voor ons allemaal. Zijn er veel in geweest die voor de eerste keer zo'n concours meegespeeld hebben? Ja, er zijn mensen die het misschien voor de derde of de vierde of de vijfde keer al meegaan. Maar er zijn er ook geweest die voor de eerste keer mee zijn geweest. Vandaag. En dan naar de superieure afdeling, hè? Ja, fantastisch. Ja, heerlijk. Ja, dankjewel. Probeer het er morgen weer in te krijgen. Geweldig. Ja, bedankt. Oké. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Gefeliciteerd met, ik meen, 324 punten in de oude telling. Dat zegt mij meer dan die 90. Maar ik laat het hier blij. Wij gaan het muzikaal ons bijdrage leveren met een hartelijke gelukwens. En ik zou zeggen, alle succes in superieur en ere wie lof toekomt namens Forswing. Okay.